Ja, vrienden, daar is hij weer. Uw kaakchirurg. Ja. Want wordt toch kanaalbehandeling? Tuurlijk, geen enkel probleem. Ja. Hé, hey, maar luister, ik sta hier dus heerlijk in het zonnetje. Ja, en kijk met mij mee. Kijk, er is hier even niemand te zien achter mij. Dus ik doe het kapje heel even af. Kijk met mij mee. En kijk even goed wat er hier aan de hand is op het terrassen. En de restaurants. Kijk, zie je dat? Hier, allemaal open. Mensen zitten allemaal heerlijk te eten. Niks aan de hand. Dat is hem. Ja. En dan denk ik bij mezelf. Ja, dan heb ik meelijden met de horeca in Nederland. Ja, dat heb ik. Even kijken of er een auto aankomt. Zo te zien wel, dus we wachten even. Ja, komt er nog een auto aan? Er komt nog een auto aan. Dan wachten we nog even. En dan kunnen we oversteken. Kijk, en daar komen ook nog auto's aan. Dus dan moet ik ook nog even wachten. Oh, die stoppen voor mij. Dankjewel. Nou, luister goed. Die horeca in Nederland. Daar heb ik medelijden mee. Want ze hebben toch maar steeds de indruk dat het door de horeca komt. De horeca krijgt de schuld in Nederland. En daar wil ik toch even, tada, een lans voor breken. Jazeker. Want waarom is het de horeca? Want wij weten met z'n allen beter intussen. Ja, want we lezen ook de krant en we zien de tv. En wat zien we daar? De huiselijke kring. Ja, daar wordt het gedaan. Daar zit de besmetting. En niet in de horeca. Want daar valt het reuze mee. Want die mensen, die indruk heb ik gewoon, die houden zich wel aardig aan de regels. Ja, tuurlijk. En dan kan je zeggen, in zo'n kroeg wordt het moeilijk. Oké, daar ben ik het wel een klein beetje mee eens. Maar voor een restaurant. Hé, een restaurant. Die kunnen toch gewoon keurig die afstanden bewaren. Die kunnen keurig 4 mensen aan een tafeltje zetten. En die kunnen dat allemaal heel netjes controleren. Ze hebben gezegd nu, tot half januari blijven misschien al die maatregelen, die blijven overeind. En dat is toch heel erg zielig en heel erg treurig voor de horeca. Ja, want alsof die het allemaal gedaan hebben. Nee, natuurlijk niet. Het zijn natuurlijk heel veel meer mensen. Het zijn A, zijn het de jongeren. Maar B, zijn het dus, en dat blijkt dus, die 50-plussers die zich ook nergens iets van aantrekken. Ja, en daar hebben we allemaal mee te maken. En dan hebben we ook nog te maken met al die mensen die thuis zich maar niet aan die regels houden. Want daar zit het hem dus. Thuis, jongens, ja. Genodig nou niet Jan en alle man constant thuis uit. Doe het nou niet, want dan krijg je dus die problemen. En dan moet die horeca, die moet onder dat gedrag van jullie, daar moet die horeca onder lijden. En dat is niet terecht. En daar gaat het hier over. Dus, hippie de piep, hoera voor de horeca.